Hallo lobby's, vandaag gaan we een trap video maken. Ik heb een aantal traps voor jullie gebouwd hier. Ik ben een proefkonijn. Sponsor. Nederland 3 tv-programma maandagavond. Oké, dit is de eerste proef. Ze betalen ons niet eens, maar ja. Een kamer vol met pressure plates. Nou Marco, loop eens naar binnen. En daar kom je echt niet meer uit. Nee. Ik ga hem in de val lokken. Kan je het beste maken in school? Hey, ik ben eruit. Ja, glitchje. Nee, het is gewoon een tactiek. Tactiek. Kijk, je zet hier, je springt in één keer. Jammer. Ik wacht tot je springt er overheen, hoppatee. Je springt gewoon door die blokken heen. Ik ben zo geweldig. Laten wij het ook eens proberen. Ik wil er ook in. Ik ben er. Nou. Ik kom er niet uit hoor. Nou, het is heel stressend. Vaarwel. Nou, ik ben aan het uiteinde gekomen. Oh ja, maar ik kon net tot de volgende video zeggen, maar ja, Jelle kwam toch weer uit. Hier heb ik ook nog zo'nzelfde soort trap gemaakt. Maar dan een enkele. Deze valt niet zo heel erg op als je zomaar hier gaat staan. En je staat vast. En hier kom je echt niet uit. Dit is de simpele noob trap. Ja, de simpele noob trap. En geloof me, een heleboel noobs online trappen erin. Maar ja, die hebben soms vaak dit vast, dus ja, die hebben dan daar met pik en dan hebben ze het zo weg. Het belangrijkste hiervoor is, je hebt gewoon een sticky piston nodig en redstone en pressure plates en dan wat bouwblokken. Ik zou cobblestone of zo gebruiken. Is niet zo makkelijk te slopen. Maar ja, obsidian is echt voor het moeilijke werk. Nou, dit was trap 1. Als je er nog vragen over hebt. Ik dacht, obsidian kan je niet met een piston verschuiven uit mijn hoofd. Volgens mij kan het in een nieuwe update wel. Oké, we zien wel. Maar, mogen jullie lekker zelf uitproberen. Nee. Nou, we moeten het proberen ook. Oh, dan gaat hij proberen. Oh, oké. Daar gaan we hoor, mensen. Dat is het hoogtepunt van de video. We gaan kijken. Geef me een redstone signaal. Doet het niet. Nee, kijk. Ik had gelijk. Yay! Nou, sorry, dan niet. Dan moet je het maar van... van zwaar steen maken. Maar alvast, het zijn leuke traps om mensen te irriteren. De volgende trap. Marco, ga jij maar in de deuropening staan. Au, dit doet pijn. Au. Oh, gaan we leuk doen. Ja, kom maar naar buiten. Probeer maar. Nee, ik kom er niet uit. Hij leeft nog hoor. Nou, het moet. Ik kom er niet in. Oh. Nou, dat is dus een leuke trap. Met die schakelaar die jullie hier zien, haal ik deze piston over zodat het signaal niet meer doorgegeven wordt aan de dispenser. En de dispenser zit helemaal gevuld met arrows, zoals jullie zien. En hier heb ik gewoon een simpele redstone klok gemaakt. Die geeft een flikkerend redstone signaal af, zodat de dispenser altijd maar blijft schieten. En, als we dan eenmaal binnen zijn gekomen. Haha, je hebt het gehaald. Nu mag je weer naar buiten. Marco? Ja? Zet de machine aan. Nee, niet dichtbouwen. Ah, ik liever. Ja. Zet de machine aan. Oh, sorry. Even kijken hoor. Laat ik eens kijken of ik het kan halen. Laat ik kom eens kijken op. Hoe. Oh. Die schakelaar gewoon. Oh, oké, sorry. Oh fuck, daar gaan we. Je komt er niet uit. Of wel? Ah. Ja, ik heb nog half hartjes. Oh, nee! Ja, ik heb half hartjes, joh. Nee, joh. Nou, dan ben ik dood. Oh, oké, ik ben er weer. Voor deze trap. Heb je redstone repeaters, maar ook een sticky piston nodig. Een lever is handig om het aan te schakelen, maar dat kan ook met een pressure plate. Arrows zijn handig hiervoor. En dan wat bouwblokken, daar kan je de dirt of stone voor gebruiken. Het zal niet te duur maken voor jou. Maar echt veel pijlen heb je hiervoor nodig natuurlijk. Nou, Marco, heb jij nog wat toe te voegen? Probeer het niet op je vrienden, ze gaan dood. Ja, en ze vinden het niet leuk en ze gaan je haten.
Want ze zijn dood. Deze trap is vooral voor creepers. En je kan hem het best gebruiken vanaf de andere kant. Creepers, die zijn niet zo slim. En als je creepers voor gunpowder nodig hebt in een survival game, dan maak je zoiets. Kan ook met gewoon wooden doors. En dan sluiten ze zichzelf op, door hier, want ze willen per se hier langs. En, nou Marco, ik ga aan de andere kant staan. Loop jij er maar eens doorheen. Dan zien jullie het effect. Ik kan niet kiezen welke ik neem. Ik denk inmiddels wel. En dan zit je gewoon helemaal dicht en je komt nergens mee heen. En dan kan je een soort randje maken waarbij je de creepers mooi af kan maken. En dan kan je alles oprapen. En zo kom je aan je gunpowder. Een soort gunpowder farm. Hey. Maar het is ook een trap om leuke mensen te pesten, want... Ja, maar ik kan springen. Maar creepers kunnen gelukkig niet springen. Wees blij. Ja. Anders maak je er een blokje boven en dan heb je het probleem ook opgelost. Deze trap is heel goedkoop. Je hebt gewoon een pressure plate nodig. Stone en iron door of een wooden door en dat is het eigenlijk. En nou, bedankt voor het kijken en als jullie nog meer traps willen zien, dan horen we dat de volgende keer weer. Bedankt voor het kijken naar Lolbies. Vergeet niet te abonneren en te liken en we zien jullie later!